Inmiddels zijn we aanbeland bij paragraaf 3.5, aspecten van de vormgeving en deze presentatie die je terug kunt kijken en ook dus nog voor je toets kunt gebruiken, gaat over licht en geluid. Nou, licht ontstaat in een lichtbron en doordat er een lichtbron op een voorwerp of op een mens schijnt, dan kun je die zien. Soms is een lichtbron zelf een kunstwerk, dat zie je aan het einde van dit stukje, dat is een werk van Olafur Eliasson. En dat is niet alleen een lichtkunstwerk, maar ook een installatie. Wij gaan eerst eens even kijken naar de teksten zoals die op bladzijde 51 behandeld worden. Dus dan gaat het over het thema licht. Er zijn twee soorten lichtbronnen. Wij kunnen het hebben over natuurlijk licht en onnatuurlijk licht. En als we het over natuurlijk licht hebben, dan hebben we het natuurlijk over die dingen als zon, maan, bliksem, sterren. En onnatuurlijk licht is door de mens gemaakt. Vuur, vlammen, gloeilampen, lampjes, pc's die licht geven. Je telefoon die licht geeft en op jou schijnt op het moment dat je daarmee bezig bent. TL-licht en eigenlijk verder alles wat door mensen wordt gemaakt. Dan gaan we kijken naar een kort filmpje dat bij de methode hoort. Die zien we hier. De lichtrichting is de kant waar het licht vandaan komt. Je kunt dit zien aan de schaduwen, en die bevinden zich aan de tegenovergestelde kant van de lichtbron. In deze poster komt het licht van rechtsboven. De rechterkant van het gezicht is licht, terwijl de linkerkant in schaduw is genoemd. Eigen schaduw en slagschaduw. Als je tekent of schildert, kun je de voorstelling realistischer maken door schaduwen te laten zien. Eigen schaduw is de schaduw die op het uitgelichte object zelf valt, op de kant die niet is belicht. Als objecten een schaduwrand hebben, kun je beter zien dat ze driedimensionaal zijn. De man op de poster heeft eigen schaduw op de linkerkant van zijn gezicht. Slagschaduw is de schaduw die naast het uitgelichte object valt, op een ondergrond of achtergrond. In dit schilderij zie je dat de schaduw van de boom te zien is op het gras. De schaduw valt dus naast de boom zelf. Tegenlicht en meelicht. Tegenlicht is licht dat je tegemoet schijnt. Voorwerpen die tussen jou en de lichtbron staan, tekenen zich af als silhouetten. Op deze poster zie je dat de gebouwen zich aftekenen als silhouetten, omdat het licht je tegemoet schijnt. Bij meelicht schijnt het licht vanaf de kant van de toeschouwer op de voorstelling. Wanneer je een foto maakt met een flitser, dan is het licht van de flitser ook meelicht. Bij meelicht zijn schaduwen bijna niet zichtbaar. In dit schilderij van een oudere vrouw is sprake van meelicht. Je ziet nauwelijks schaduwen. Clair obscur. Clair obscur is Frans voor licht donker. Dit is een lichteffect met een groot contrast tussen licht en donker. De nadruk ligt bij clair obscur op de lichte delen. Alles wat donker is, wordt naar de achtergrond gedrongen. In dit schilderij wordt je aandacht getrokken naar Simson, de hoofdpersoon van de voorstelling, omdat hij het meest licht is weergegeven. Nou, dat was de video die bij de methode hoort. Die kun je natuurlijk ook nog vele malen terugkijken. En wij gaan eventjes met elkaar door het boek heen. Dus we gaan naar lichtrichting. We gaan het in deze slide hebben over eigen schaduw en slagschaduw. Dat is niet iets wat jullie heel erg vreemd is. Want dit hebben we eerder behandeld in de eerdere klasse. De eigen schaduw is de schaduw die op het object zit. Dus op, in dit geval de bol, of in dit geval op het jongetje zelf. Eigen schaduw. Dan hebben we ook slagschaduw. Dit is het symbooltje voor het licht. Dit is de bol en de schaduw die hier op de grond gevormd wordt. Dat is zijn slagschaduw. Slagschaduw, niet slagschaduw. Dan deze vorken hebben het licht vanaf deze kant, hun schaduw zie je hier op de muur en ook nog een deel op de vloer. En dat noemen we slagschaduw. Dus we hebben eigen schaduw op het object zelf, slagschaduw op iets anders. Dan gaan we kijken naar zijlicht en tegenlicht. We zien hier het licht van de zijkant komen op de hond, waardoor de andere kant wat donkerder is. Dit is een foto van de kunstenares Charlotte Dumas. En zij fotografeert
heeft de reddingshonden gefotografeerd na de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001. Zij hebben mensen opgespoord en zij heeft ze op deze manier in het zonnetje gezet. En als je deze foto in je boek bekijkt, dan zie je ook dat de vacht heel erg duidelijk wordt, juist door het zijlicht, omdat dat er zo mooi opvalt. Dan hebben we nog iets wat we kennen als tegenlicht. Dat is licht wat van voor jou komt. Dus tussen jou, tussen de objecten die ertussenin staan, worden silhouetten. Het licht komt van voor jou en de vormen die ertussen staan, die veranderen in alleen maar hun outlines en dan heel erg donker ingevuld. En dat noemen we silhouetten. Dus dat is tegenlicht, licht dat je tegemoet staat. Dan de volgende twee die we gaan behandelen. Strijklicht en meelicht. Bij strijklicht staat de lichtbron op dezelfde hoogte als het voorwerp. En het schuurt een beetje over het oppervlak. Dus het gaat er vrij dicht langs. En elke oneffenheid zie je. De schaduw is vaak heel erg lang. Zoals we hier ook zien. Hier is een lange schaduw. Hier staat ergens iets van een lantaarnpaal. En zijn schaduw loopt helemaal tot aan ons. Dus strijklicht herken je aan lange schaduwen en de textuur van voorwerpen is vaak wat beter zichtbaar. Zoals glas, bont, die zaken worden duidelijker. Bij meelicht, dan schijnt het licht vanaf de kant van de toeschouwer, dus met jou mee naar de voorstelling. Het gebruik van meelicht zorgt er vaak voor dat je niet zoveel schaduw ziet. Zoals je ook al in het filmpje zag en ook op deze schildering weer ziet, er is niet ontzettend veel schaduw te zien op deze jonge man. Dan gaan we eens kijken naar dit werk. We hebben iets dat heet clair obscur. Je hebt zojuist geleerd dat dat Frans is voor licht donker. Dit is ook een licht contrast. Hier zien we heel erg licht weergegeven. Deze figuur tegen een donkere achtergrond. Ook de andere figuren zijn vaak hier licht. Dus je hebt licht tegenover donker. Het clair obscur gaat echt over een groot contrast. Dus een groot verschil tussen licht en donker. Dan gaan we eens naar de voorstelling kijken. Nou, wat zien we hier nu eigenlijk? Ik wil je vragen om even je video stil te zetten zometeen. En dan is goed naar deze afbeelding te kijken. Nou, wat voor voorstelling zie je hier? Is dit figuratief of is dit wellicht een abstract schilderij? Zou deze kunstenaar dit nu naar de waarneming of naar de fantasie gemaakt hebben? Kun je benoemen welk genre hier afgebeeld wordt? Dus welke soort voorstelling zien we hier nou eigenlijk? En vertelt dit nou een verhaal? En zou dat dan ook echt gebeurd zijn? Of is dit niet echt gebeurd? Wat denk je? Wat kun je vertellen over de houding van deze figuren? Is er wellicht een attribuut dat je aandacht trekt? Staat dit verhaal misschien ergens symbool voor of zie je symboliek in het werk? En is dit werk geïdealiseerd? Denk eens over die dingen na. Deze hebben we behandeld in de vorige periode. Kijk op die manier eens naar dit werk. Dus zet mij even op pauze. Denk er even over na, want dit is wel een werk wat we ook in de les gaan bespreken. Oké, daar ben ik weer. Als het goed is, heb je me even gepauzeerd. Dan heb je even nagedacht over het kunstwerk wat je hier wederom rechts ziet. Ik ga je wel vast vertellen dat dit een vertellend kunstwerk is, want dat had je zelf waarschijnlijk ook al bedacht. Dit is een religieuze voorstelling. We zien hier een kruis en dit is niet Jezus. Maar hij wordt wel op dezelfde manier terechtgesteld als Jezus. Dit is Petrus, volgeling van Jezus. Hij wordt gekruisigd, net als zijn meester. Maar hij wil niet op dezelfde manier gekruisigd worden als Jezus. Dus hij wil met zijn hoofd naar beneden gekruisigd worden. De schilder van dit werk is Caravaggio. En Caravaggio is een meester echt in het weergeven van dat clair obscur, net als onze eigen Rembrandt van Rijn. En we gaan dit werk in de les wat verder bespreken. Vandaar dat ik je nog een slide laat zien en je nog eens wil vragen om mij straks, als ik ben uitgesproken, te pauzeren en eens na te denken over welke compositie zien we hier. Welke soort compositie. Je weet waarschijnlijk nog wel dat ware compositievormen als horizontaal,
verticale compositie, diagonale compositie? Is dit misschien een all-over compositie? Dan kon je ook iets zeggen over de symmetrie in het kunstwerk. Is het symmetrisch of asymmetrisch? Denk ook eens na over welke effecten dat ook alweer had. Welke kleuren zien we in dit werk terug? Is er misschien sprake van een kleurcontrast? Vormsoorten hebben we het over gehad. We hebben het gehad over de geometrische, organische vormen. Open en gesloten vormen. En de vlakke en ruimtelijke vormen. Van welke is hier sprake? Wat kun je zeggen over de textuur? Dus hoe zou alles aanvoelen? Krijg je daar een beetje een idee van als je naar dit werk kijkt? Is er wellicht iets te melden over de structuur? En wat kun je verder zeggen over het licht buiten het feit dat dit een werk is waar clair obscuur in komt? Dus pauzeer maar weer eventjes. Denk hierover na. Ook over deze dingen gaan we het hebben later in de les. Zoals we zover zijn. Dan gaan we nu naar het kunstwerk waarbij het licht ook de kunst is. Dus dit is een werk van Olafur Eliasson. En dit is gemaakt in Tate Modern in Engeland. Hier is een grote hal van Tate Modern te zien. Deze installatie is speciaal gemaakt voor dit deel van het museum. Mensen gingen hier op de grond liggen om naar het licht te kijken. Want dit is werkelijk waar het enige wat er in die hele ruimte te zien is. Dat is die bol die wit is en het gelige licht wat er verder uitstraalt. En dat is alles wat er te zien is. En dit werk gaat over de aarde, hoe wij daarmee omgaan, wat klimaatverandering doet. Wat heeft dat teweeg brengen? En het werk heet The Weather Project. En hier kunnen we in de les ook nog even aandacht aan besteden. Dan gaan we door naar het volgende onderdeel, wat ook in deze paragraaf zit. Dat is namelijk geluid. Daar vind je meer informatie over op bladzijde 52. Nou, sommige kunstwerken kun je bekijken en beluisteren. Zeker bij de moderne kunstwerken wil ook nog wel eens geluid zitten. En dan speelt het geluid ook echt een belangrijke rol. Het maakt het werk expressiever, want met geluid kun je natuurlijk ook heel makkelijk emoties overbrengen. Net als dat je in een film, als de muziek wat spannender wordt, al zelf wat meer gespannen gaat raken. Nou, dat kan ook met de kunstwerken. En dan kan er sprake zijn van instrumentaal geluid, vocaal geluid of digitaal geluid. Als we het hebben over instrumentaal geluid, dat is geluid gemaakt door instrumenten, dan kun je denken aan de gewone instrumenten, je drums, je gitaar, je piano, een viool, een bas, van alles wat maar onder het woord instrumenten valt, maar ook om onbekende instrumenten die door de kunstenaar zelf bedacht zijn. Deze video is daar een voorbeeld van. Dit werk is gemaakt door de kunstenaar Jean Tinguely en hij maakt kinetische kunst. En kinetische kunst betekent dat het beweegt. En als we hierna gaan kijken, zie je dat het ook naast bewegen, hoor je dat het ook geluid maakt. Dus dit werk is niet alleen te zien, maar het maakt ook geluid. En het heeft een heel eigen geluid. Een andere vorm van geluid die een kunstenaar kan gebruiken is vocaal geluid. Nou, dat is gewoon je stem. Dus je kan praten, fluisteren, zingen. Er zijn beatboxes, dat ga ik niet proberen, want het klinkt vast heel erg stom. Maar
Die maken ook geluid met hun stem. En ook dat noem je een vocaal geluid. Vaak worden die stemmen, zeker voor een kunstwerk, al opgenomen in een geluidsstudio, bewerkt en daarna afgespeeld bij het kunstwerk zelf. Dan hebben we er nog één. We hebben nog digitaal geluid. Je kan ook stem opnemen, geluiden opnemen en vervolgens mixen. Dan krijgen we iets als dit. Dat noem je digitaal geluid. Instrumentaal opgenomen, wordt gemixt en zo ontstaat dus digitaal geluid. Dan zijn we aan het einde gekomen van de visuele presentatie. Op bladzijde 43 van je werkboek vind je de leerdoelen. Nou, daarin moet je de verschillende vormen van licht en geluid weten te noemen en weten welk effect ze hebben. Over de effecten heb ik het niet heel erg sterk gehad in deze presentatie. Maar dan moet je zelf dus een klein beetje over na gaan denken. Wat voor effect zou dat kunnen hebben? Je moet kunnen herkennen van welke vorm van licht en of geluid er sprake is in een kunstwerk. Dus als we een kunstwerk in de les gaan laten gaan bekijken of beluisteren en of beluisteren. Dan is het de bedoeling dat je mij kunt vertellen welke vorm van licht zie je daarin terug. Welke vorm van geluid zie je daarin terug. Je kan uitleggen wat het effect op jou is. Van dat licht of van dat geluid, van die lichtwerking, van het geluid. Wat doet dat met een werk? En als laatste moet je kunnen beargumenteren waarom jij denkt dat een kunstenaar voor die bepaalde vormen van licht of geluid gekozen heeft. Dat is meer een inzichtvraag en die gaan we oefenen door dat wat vaker te doen. Deze presentatie was je huiswerk, dus daarmee ben je nu klaar. Je hebt als het goed is even stilgestaan, je hebt mij gepauzeerd. Je hebt dat werk van Caravaggio goed bekeken en die gaan we in de les dan ook bespreken. Dat is niet het enige werk, dus zorg ook dat je de stof enigszins beheerst. En dan gaan wij je afscheid van elkaar nemen. Ik wens jullie een fijne dag en tot in de les.